De eerste video van Reuring in de Raad is ruim 1200 keer bekeken. En de reacties waren over het algemeen heel erg enthousiast. Goede raad en adviezen, toezegging om deel te willen nemen of te willen ondersteunen, echt enorm veel reacties. Ondanks de beperkingen zijn we inmiddels met een eerste groep mensen bij elkaar geweest. Mensen die enthousiast zijn over de gedachte een nieuwe lokale politieke partij te beginnen. Afgelopen week hebben we de belangrijkste uitgangspunten geformuleerd. Controle op de uitvoering van beleid vanuit een open en sociale opvatting, waarbij de menselijke maat voorop en centraal staat. En er worden nu werkgroepen ingesteld die zich buigen over de belangrijke thema's die ons voor het programma te wachten staan. Zoveel reacties en support zijn leuk, maar dat zegt natuurlijk helemaal niks over de kansen voor een nieuwe partij. Om ook daadwerkelijk in de gemeenteraad te komen, laat staan om er voor reuring te zorgen of zelfs invloed te krijgen. Bij het maken van een nieuwe politieke partij komt heel wat kijken. En we vinden dat we eigenlijk meer nodig hebben dan min of meer vrijblijvende reacties en aanmoedigingen. Want er blijft nu de vraag of er ook voldoende behoefte is aan reuring, aan het opschudden van de gemeenteraad. Als dat er beperkt blijft tot een kleine groep stemmers, is het gewoon de vraag of het dat wel waard is. Stel je eens voor dat er niet genoeg stemmen zijn. Dan gaan die stemmen in principe zo de versnipperaar in. Dat is natuurlijk ook de kritiek bij een nieuwe partij. Er zouden zomaar stemmen verloren kunnen gaan. Zo'n afloop zou uitermate teleurstellend zijn en het verkwanselen van belangrijke stemmen is natuurlijk nog veel erger. Het is eigenlijk een beetje zonde van het stemrecht. Om invloed te kunnen hebben vinden we eigenlijk dat we tenminste met z'n tweeën in de gemeenteraad moeten kunnen komen. Liefst nog met meer, maar twee is nog wel minimaal. Daarom gaan we een ongebruikelijke stap zetten. We vragen jullie om ons te laten weten of je denkt te gaan stemmen op onze partij als we met de verkiezingen gaan meedoen. Dat kun je laten weten door €5 over te maken als een soort bevestiging van dat voornemen. Voor degene voor wie €5 echt te veel is om te missen, is een persoonlijke reactie ook voldoende. Gewoon even een berichtje naar mij sturen. Je hoeft geen lid te worden of iets dergelijks. Je moet helemaal niks. De ontvangen gelden gaan in de partijkas en worden gebruikt voor de verdere opstart van de nieuwe partij. Als we later niet mee gaan doen, dan doneren we het saldo aan de voedselbank. Tot slot wil ik jullie vragen om dit bericht door te sturen naar contacten van wie je denkt dat ze het initiatief wel een warm hart toe zullen dragen. Je kunt er nu best wat tijd voor vrijmaken, want je kunt voorlopig toch niet naar de kroeg. Dus als je ons wilt steunen, dan kun je gebruik maken van het bankrekeningnummer of van de link die bij dit bericht staat. Een tikkie van €5 en wij weten genoeg.